U bent verantwoordelijk als allereerste voor het draagvlak in Nederland voor die enorme kapitaalinjecties bij de banken. Mensen zijn het spuugzat dat dit soort mannen en vrouwen, het zijn bijna alle mannen helaas, zulke enorme bonussen opstrijken. U had dat kunnen voorkomen. U had in oktober, november vorig jaar klip en klaar moeten stellen dat u dit soort dingen niet wenst. U had dat volledig dicht moeten regelen. U had uw ambtenaren opdracht moeten geven u te adviseren hoe u dat had moeten doen. Dat waren de randvoorwaarden hadden dat moeten zijn voor de kapitaalinjectie. U heeft daar gefaald. U heeft als oppositieleider hier keer op keer het woord gevoerd over die topsalarissen. U had nu alle instrumenten in handen om het te regelen. Nederland is terecht woedend. U bent dat ook, zegt u. Maar u staat hier met lege handen. Nederland is terecht woedend. Als er iemand is die er de pest aan heeft dat hij met lege handen staat, ben ik het zelf. En verder herinner ik er de heer Rutte aan dat de VVD voorop stond vorig jaar toen de transactie met ING goedgekeurd moest worden en zelf op geen enkele wijze dit toen geagendeerd heeft. Voorzitter, wij mochten toch nemen. Dat wordt helemaal mooi. We hebben vorig jaar hier onder stoom en kokend water akkoord moeten gaan met belangrijke kapitaaljes in de bank. Ik heb steeds gezegd, wij steunen de brandweerman Bos. Wij gaan u niet voor de voeten lopen. En het minste waar we op hadden kunnen rekenen was dat u op dat moment trouw zou zijn aan uw eigen verkiezingsbeloftes. Weet u nog dat u meneer Balkenende vroeg, geef me 3 redenen, geef me 2 manieren, geef me 1 manier waarop u de topsalaris probeert te beteugelen. U had hier een gouden kans gehad. Hoe hadden wij dat moeten controleren vorig jaar in die paar uur dat we ja moesten zeggen? Ik heb dat toen geaccepteerd. U heeft hier gefaald. U moet niet die zaak op mijn bord schuiven. Voorzitter, ik herhaal hier nog een keer. Degenen die hier falen zijn de bankiers of de potentiële bankiers in de markt die het op dit moment wagen om dit soort salariseisen te stellen. Zij moeten zich realiseren dat het draagvlak voor dit soort bonussen en salarissen op dit moment in Nederland totaal ontbreekt. Zij moeten zich bewust zijn van de persoonlijke verantwoordelijkheid die zij hebben over welke schade zij berokkenen aan het draagvlak voor verantwoord bankieren in Nederland. En verder is het mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat de toezichthouder in staat gesteld wordt ook op dit punt toezicht te houden. Is het mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat er bij die banken waar ik dat kan bewerkstelligen een duurzaam beloningsbeleid komt. En kan ik helaas geen verantwoordelijkheid nemen voor zaken waar ik niet verantwoordelijk voor ben, hoe graag ik ook zou willen dat het anders was. Er gaan miljarden belastingcenten, staatssteun, belastingcenten, als steun aan de banken. En dan kunt u geen afspraken maken over een einde aan de bonussencultuur bij die banken. Als dat is wat er nu gebeurd is, en dat is gebeurd, want er worden gewoon weer bonussen uitgedeeld, dan heeft het toch gefaald bij de afspraken die toen gemaakt zijn. Geeft u dat toch gewoon toe? Als er iemand is die bezig is om die bonuscultuur de nek om te draaien, ben ik het? Nou, blijkbaar niet. U denkt dat blijkbaar zelf. Maar u heeft uw staatssteun gegeven, miljarden bij de ING. En u heeft blijkbaar niet afgedwongen dat er vervolgens aan gekoppeld als voorwaarde werd dat die beloningen en die bonussen op de top. Voorzitter, dat er een einde aan zou komen. Dat heeft u dus blijkbaar niet voor elkaar gekregen. Zelfs bij die bank waar de Nederlandse overheid 100% aandeelhouder is, ABN AMRO. Waar je dus zou verwachten dat je maximale mogelijkheden hebt om aan te pakken wat je niet aanstaat. Hebben we tot bij de rechter moeten uitvinden dat het soms niet lukt. Er was daar iemand die wegging en die recht had op 18 miljoen aan bonus. We zijn tot aan de rechter gegaan om het proberen tegen te houden. Het is niet gelukt. Zo sterk kunnen bestaande juridische afspraken zijn. En ik vecht me 3 keer in de ronde om er een eind aan te maken als ik het kan. En soms lukt het met een beroep op de verantwoordelijkheid van de mensen die er wat aan kunnen veranderen. En helaas, soms lukt het ook niet. En dan is mijn frustratie en mijn woede net zo groot als de uwe. Maar ik doe wat ik kan. De Kamer is daar nog niet zo van overtuigd. Er is, laat maar zeggen, een beetje in de marge van dit grote crisisdebat is er besloten dat er een parlementair onderzoek nu toch van start gaat binnenkort om te kijken hoe de Nederlandse overheid, met name hoe minister Bos heeft geopereerd in deze hele financiële crisis. In principe was dat al een hele tijd de bedoeling. Het CDA vond steeds dat het nog te vroeg was, want die financiële crisis is nog niet voorbij. Maar de druk om nou onderzoek te gaan doen, de druk om samen met oppositie, coalitie en oppositiefracties iets te doen om het parlement weer een beetje eigen aanzien te geven, die is zo groot geworden dat daar dus binnenkort een voorstel voor komt. Nou, daarmee is dit debat vandaag, dit grote debat, dan geëindigd met een paar kleine positieve
wijzigingen van het grote plan of aanvullingen op het grote plan. Het grote anticrisisplan is ongewijzigd aanvaard. Maar of het werkelijk gaat werken, Clary, dat blijft de vraag. In oktober moet blijken of de sociale partners, de vakbonden, een alternatief voor die AOW-leeftijd hebben kunnen bedenken. Of er van de loonmatiging echt voldoende terechtkomt. En dus heeft het kabinet tot oktober in elk geval tijd gewonnen. Dankjewel. Ferry Mingelen vanuit Den Haag.